Suriname heeft gisteren het nieuwe jaar ingeluid en ook enkele nieuwe burgers mogen verwelkomen. In totaal zijn er op 1 januari 14 kindjes geboren, 8 jongens en 6 meisjes. In het diaconessenhuis is de eerste baby verwelkomd, een jongen. Hij werd geboren om 1:15. Later op de dag zijn er nog 3 baby's geboren in het diaconessenhuis. In het academisch ziekenhuis zijn er 3 kindjes ter wereld gebracht. Het Sint-Vincentius ziekenhuis mocht 3 baby's verwelkomen. En volgens verloskundige Cornelie Sand zijn in het Slandshospitaal 4 baby's geboren. De baby's zijn goed, ze maken het goed. Niet allemaal zijn dus bij de moeders. We hebben ook 2 kindertjes die naar de couveuse afdeling zijn gegaan, maar ze maken het wel goed. Gewoon ter observatie. We hebben moeders waarbij we het soms nodig achter gezien de situatie van de moeder. Dat dan het kindje soms bijvoorbeeld als er allang vruchtwaterlozing was. Dat we zulke kinderen sturen naar de couveuse afdeling om te kijken als er sprake kon zijn van enige mate van infectie. Want er is infectiegevaar. Maar meestal is er niets en... Het is gewoon ter observatie dus voor de veiligheid. In het afgelopen jaar zijn er in totaal 8.789 kindjes geboren in de ziekenhuizen in Paramaribo. Volgens zuster Sant is het oudste ziekenhuis dit jaar op de tweede plaats geëindigd voor wat betreft het aantal bevallingen. We hebben in 2017 2.465 baby's gehad. We hebben ook daaronder 27 tweelingen gehad en we hebben ook een triplet gehad. Ja, we hebben hard gewerkt. Ik hoop dat we dus steeds ons best blijven doen. De doktoren, het verpleegkundig personeel, het verloskundig personeel ook, want we hebben niet alleen verloskundig personeel daar. Het hele team heeft het heel goed gedaan. En we gaan voor kwaliteit, dus we proberen steeds het beter te doen. En ik denk dat we ook dit jaar een heel vruchtbaar jaar zullen hebben. Tot zover verloskundige Cornelie Sand van het Slandshospitaal. Ze sprak vanmorgen over de baby's die in het nieuwe jaar zijn geboren.